Welkom allemaal. Goed om jullie in zulke grote getalen te zien. Mijn naam is Hanna van den Bos. Ik ben programmamaker bij Studium Generale. En wij organiseren allerlei programma's over hedendaagse actuele thema's. Een paar daarvan kunt u hier ook op het scherm hierachter zien, die er binnenkort aankomen. Voor studenten interessant is dat wij ook een certificaat hebben. Zij kunnen 5 van onze programma's bezoeken. En als ze dan een korte reflectie schrijven, kun je het Studium Generale certificaat krijgen. Met de bedoeling om je horizon te verbreden. Meer informatie kun je vinden op onze website. En vandaag wordt dit programma over geluk georganiseerd in samenwerking met Tilia. En Sophie kan daar meer over vertellen. Ja, ik ben dus Sophie en ik werk voor Tilia, het Centrum voor Filosofie en Samenleving van Tilburg University. En dat is een initiatief dat is opgezet door het departement Filosofie om onze academische filosofen te koppelen aan bedrijven en organisaties en de samenleving in het algemeen. Dus we organiseren workshops en lezingen voor een breed publiek, maar ook advies op maat voor bedrijven bijvoorbeeld. En als je daar meer over wil weten, kan je naar tiliafilosofie.nl. Vandaag zijn we hier voor een lezing van Michael Vlerik. Michael is universitair docent wetenschapsfilosofie hier op Tilburg University. En hij gaat het hebben over zijn nieuwste boek, Waarom we niet gelukkiger zijn. Dus ik denk dat we daar gewoon mee gaan beginnen. Mag ik een warm applaus voor Michael? Hartelijk dank voor de uitnodiging om voor jullie mijn boek te komen voorstellen. Mijn boek gaat dus inderdaad over geluk en dat past, want vandaag is het de Internationale Dag van het Geluk. En in mijn boek stel ik de vraag, ja, waarom zijn we niet gelukkiger? Nu, we stellen ons niet vaak de vraag waarom we fysieke en emotionele pijn ervaren. We beschouwen het doorgaans als iets dat onlosmakelijk met het leven verbonden is. Iets wat een onmogelijkheid zou zijn, zolang er leven is. Maar eigenlijk is dat niet waar. Eigenlijk is de pijn die wij en andere dieren ervaren, is dat een heel specifieke strategie waar natuurlijke selectie op gebotst is. Nu, dat proces van natuurlijke selectie, dat begrijp je het best vanuit genetisch perspectief. En vanuit dat perspectief zijn genen, dat zijn replicatoren, die maken kopieën van zichzelf. Telkens een organisme die over zijn genen beschikt, telkens dat organisme tot voortplanting komt, wel, dan worden er kopieën van die genen in het nageslacht ingeplant. En in die zin kan je het organisme zelf, de levende wezens zelf, de mensen, de dieren, de planten, kan je eigenlijk zien als een soort vehikels waar die replicatoren van gebruik maken om zoveel mogelijk kopieën van zichzelf te maken. Als een soort voertuigen. Nu, in die zin is het niet zozeer de kip die eieren legt om meer kippen voor te brengen, maar het ei, het genetisch materiaal, dat een kip voortbrengt om meer gelijkaardig genetisch materiaal voort te brengen. Nu, niet alle genen zijn even succesvol in het maken van kopieën van zichzelf. Sommige genen zullen de genenpool van een soort gaan overnemen. Andere genen zullen misschien helemaal verdwijnen uit de genenpool van een soort. Dus wat maakt een gen succesvol? Wel, dat zijn 2 zaken. En dat eerste is, denk ik, gekend. Wat genen succesvol maakt, is hun vehikel, het organisme, gaan uittossen met allerlei fysieke kenmerken die een voordeel opleveren voor dat organisme om te overleven en te reproduceren. Denk aan de lange nek van de giraf, waardoor die aan die hoge bladen geraakt, camouflage, scherpe hoektanden van roofdieren enzovoort. Al die gekende adaptaties. Maar wanneer het op dierlijke organismen aankomt, en dus zeker ook wanneer het op de mens aankomt, al even belangrijk in wat genen succesvol maakt, is het aansturen van dat organisme in een omgeving vol bedreigingen en opportuniteiten. En dus ervoor te zorgen dat dat organisme het hoofd weet te bieden aan die bedreigingen en die opportuniteiten weet te benutten. En de manier waarop onze genen dat doen, is met wat ik in het boek
stokken en wortels noem. Stokken, dat is fysieke pijn, dat zijn pijnlijke emoties. En eens we die ervaren hebben, dan gaan we zoveel mogelijk de oorzaken van die stokken uit de weg gaan. Wortels, dat is fysiek genot, belonende emotie. En eens we die ervaren hebben, dan zullen we zoveel mogelijk de zaken najagen die daarvoor gezorgd hebben. Wanneer we zaken doen die slecht zijn voor de replicatieambities van onze genen, dus slecht zijn voor onze overleving en reproductie, dan krijgen we een stok. Je eet een giftige bes, je zal waarschijnlijk maagkrampen hebben, dat doet pijn, dat is onaangenaam, zal ervoor zorgen dat je in de toekomst wellicht die bes niet meer zal opeten. Of je verliest aanzien, respect binnen de groep, wel, je zal emotionele pijn ervaren, omdat dat slecht was voor overleving en reproductie. Wanneer we zaken ondernemen die goed zijn voor onze overleving en reproductie, het vinden van goed voedsel, van reproductieve mogelijkheid, dan krijgen we de wortel, krijgen we genot en die positieve, belonende emoties. Het lief en leed van alles wat leeft is dus eigenlijk niets anders dan een heel specifieke strategie waarmee blinde replicatoren, die genen, hun eigen agenda gaan dienen. Uiteraard zijn die genen daar niet van bewust, ze hebben geen wilsmede, geen plannen, maar ze brengen wel dat soort kenmerken tot stand. Nu, een eerste heel belangrijke vaststelling is dat doorgaans bedreigingen zwaarder doorwegen dan opportuniteiten. Een bedreiging missen, wat kan het einde van het leven van het organisme betekenen en daardoor een definitieve streep trekken door de replicatieambities van die genen. Dat willen ze dus ten alle kosten vermijden. Een opportuniteit niet benutten is zeker een gemiste kans, maar er komen later nog kansen. En aangezien die bedreigingen zwaarder doorwegen dan die opportuniteiten, wel hanteren onze genen of onze genetische programmering, hanteert die grote stokken en kleine wortels. We ervaren fysieke en emotionele pijn doorgaans frequenter, langduriger en ook intenser dan genot en belonende emoties. En dat uit zich op een aantal manieren. Ik licht hier twee belangrijke uit. Eerst en vooral zijn we voorzien met wat je een hyperactieve bedreigingsradar kan noemen. Ons brein is constant onze omgeving aan het scannen op bedreigingen. En bij het minste gevaar gaat het alarm slaan. Stel je voor, je kampeert alleen 's nachts in een donker bos. En je rationele brein weet wel, ja, hier lopen geen gevaarlijke roofdieren rond en wellicht ook geen moordzuchtige psychopaten. Maar je hoort daar in de verte geritsel en je kan de stressreactie niet bedwingen. Allerlei alarmistische gedachten komen op, wie of wat is daar, komt dat mijn richting uit? Of je belt een vriend en die neemt niet op, je belt de volgende dag terug, neemt weer niet op en nog zo even door. En opnieuw probeer jezelf te sussen, ja, die heeft het waarschijnlijk heel druk, heeft die telefoon misschien ergens vergeten, maar dat stressgevoel begint weer te knagen en er komen allerlei gedachten, een tsunami aan gedachten, zoals waarom is die boos op mij, wat heb ik gezegd of gedaan? Je kan het opnieuw niet onderdrukken. Of in het verkeer word je de pas afgesneden door een achterloze chauffeur en voor je het weet is daar die luidkeelse vloek en die gebalde vuist. Wat er in al die gevallen gebeurde, wel is dat jouw hyperactieve bedreigingsradar alarm sloeg en je liet die bedreiging liet beantwoorden met de zogenaamde fight or flight, vecht- of vluchtrespons. Dus met woede, frustratie, angst, stress enzovoort. En in onze veilige omgeving vandaag, waar levensbedreigende problemen niet meer om elke hoek luren, wel zadelt dat ons vooral op met veel nodeloze emotionele pijn. En ook de mensen in onze dichte omgeving die die emotionele reacties over zich krijgen. Het feit dat bedreigingen zwaarder doorwegen dan opportuniteiten zorgt ook voor een ander belangrijk psychologisch kenmerk. En dat is de negativiteitsbias. Nu, stel je voor, je geeft een presentatie op het werk of misschien in een college en dat gaat goed. Aan de afloop krijg je daar veel complimentjes van collega's of medestudenten. Maar is daar één iemand bij die het niet zo goed vond? En die geeft je nogal een stekende opmerking over die presentatie. Nu, als je enkele maanden later gaat terugdenken aan die presentatie, wat is die opmerking die je wellicht woord voor woord zal herinneren? Je raadt het al, die ene stekende opmerking. Psychologen zeggen dat ons brein als velcro is voor het negatieve en teflon, dat is een afstotende stof, voor het positieve.
Negatieve zaken hebben de neiging om zich te nestelen in ons brein. We herinneren ze ons veel beter dan positieve zaken en ze maken ook een grotere psychologische indruk op ons. We ondergaan een grotere emotionele respons, negatieve emotionele respons dus. Dus in een context waar er evenveel goede zaken als slechte zaken zich voordoen, of misschien zelfs meer goede zaken dan slechte zaken, wel zijn we toch vooral gericht op die slechte zaken en ervaren we vooral pijn en verlies. Maar we hebben eigenlijk zelfs geen tegenslag nodig om ons slecht te voelen. Enkel verbeelding. En daar hebben we heel veel van. Onze geest, onderzoek toont dat aan, dwaalt. Dat wil zeggen dat onze geest niet bij wat we hier en nu doen, of bij wat zich in onze directe omgeving afspeelt. Onze geest dwaalt dus ongeveer 47%, of gemiddeld genomen 47% van de tijd dat we wakker zijn. Dus bijna de helft van de tijd zijn we met onze gedachten ergens anders. En onderzoek toont ook aan dat wanneer onze gedachten aan het dwalen zijn, dat we ons beduidend minder goed voelen dan wanneer we aandachtig zijn bij het hier en nu, zelfs als we een saai repetitieve taak moeten uitvoeren of als onze omgeving niet bijzonder boeiend is, bijvoorbeeld wanneer we in een file aan het rijden zijn. En dat heeft alles te maken met het feit dat wanneer onze geest dwaalt, dat die de neiging heeft om te dwalen naar bedreigingen, piekeren heet dat, naar negatieve herinneringen van het verleden. Want dat geestesdwalen, wel, dat is geëvolueerd om ons enerzijds te doen leren uit de fouten van het verleden. En daarom rakelt ons brein de hele tijd die pijnlijke herinneringen op, zodat we die fouten in de toekomst niet meer zouden maken. En om ons te behoeden voor mogelijke problemen in de toekomst. En dus gaan we de hele tijd fantaseren over wat er allemaal zou kunnen mislopen in onze nabije toekomst. Nu, het is duidelijk dat door die genetische programmering dat onze beleving van het leven, onze ervaring van het leven, wel dat die te wensen overlaat. We ondergaan het klappen van de stok meer, frequenter en langduriger dan de beloning van de wortels. Maar het beeld wordt nog iets grimmiger en dan komt het positieve deel. Dus voor jullie depressief vertrekken, er komt wel degelijk een oplossing. Het wordt nog iets grimmiger, want er is zelfs een probleem met die wortels. En dan heb ik het niet opnieuw over het feit dat we die te weinig krijgen voorgeschoteld krijgen. Stel je de volgende scenario's voor. Je trekt de kast open en je ziet daar jouw lievelingschocolade. Je weerstaat niet aan de verleiding. Je neemt een hap. Die eerste beet is hemels. Maar nog voor je die chocolade hebt ingeslikt, is het nieuwe er alweer af en is je geest aan het dwalen naar dat probleem op het werk en we weten hoe dat kan aflopen. Of denk aan de dromen die je misschien vroeger of nog steeds koestert. Een kunstenaar worden, een wereldberoemde zanger, zangeres, acteur, minister, president, Olympisch kampioen. Je noemt het maar. We gaan ervan uit dat moesten we zo'n onwaarschijnlijke droom waarmaken, dat we ook fenomenaal gelukkig zouden zijn. Wel, onderzoek toont aan dat mensen die enorm succesvol zijn, extreem succesvolle mensen, de Olympische kampioenen, de presidenten en wat je ook wil, mensen die onwaarschijnlijke dromen waarmaken, dat die niet bovengemiddeld gelukkig zijn. Dat die zelfs meer dan gemiddeld kampen met depressies en verslavingen. De meeste dromen zijn dus inderdaad bedrog. Eens we ze te pakken krijgen, dan verliezen ze heel snel alle smaak. En dat geldt ook voor onze kleinere dromen. We houden ons vaak voor van ja, maar ik zal gelukkig zijn als ik die promotie op het werk krijg, als ik dat nieuwe huis heb. En zo blijven we ons de hele tijd voorhouden dat ons geluk zal volgen bij een goede zaak, maar we wennen er in de kortste keren aan. En dat fenomeen dat heet hedonische adaptatie. We wennen aan verbeterde omstandigheden. En dat is een spijtige zaak voor een aantal redenen. Wel, eerst en vooral de belofte die onze psychologische programmering, onze genetische programmering ons voorhoudt, dat die volgende wortel, dat die ons duurzaam en blijvend zal gelukkig maken, die wordt niet ingelost. Maar het maakt ons ook kwetsbaar voor verlies. Denk aan onze vriend hier met zijn mooie nieuwe auto. Wel, na 2 weken was hij er gewend aan en was hij niet gelukkiger dan voorheen, toen hij in zijn uitaftandsmodel reed. Maar dat betekent niet dat je die nieuwe auto nu weer kunt wegnemen en dat uitmodel weer aan hem zal geven, dat dat niet bijzonder lang zal steken. We maken ons dus kwetsbaar voor verlies. We hebben telkens meer en meer en meer nodig om gewoon op dat niveau te blijven.
Maar verder maakt het ons ook chronisch onverzadigd. Het is een mentaal patroon waarin we zaken willen nastreven, die dan ook binnenrijven, die krijgen, daaraan aanpassen en dan hunkeren naar het volgende, en naar het volgende, en naar het volgende. En dat houdt nooit op hoeveel van die goede zaken je ook te beurt vallen. Nu, de list van onze genen is duidelijk. Wat die willen, is ons motiveren om zaken te ondernemen die goed zijn voor overleving en reproductie, zoals meer bezittingen, meer aanzien, meer status. Dat zijn zaken die bijzonder belangrijk waren voor een sociale diersoort zoals de mens. En dus ze willen ons motiveren om constant die zaken na te jagen, hoeveel van die zaken, van die goede zaken, ons ook te beurt vallen. Dus niet verzadigen, ervoor zorgen dat we niet op onze lauren gaan rusten. En een belangrijk deel van die strategie is om ons, het vehikel, het organisme zelf, in het ongewisse te laten. Moesten wij weten van ja, die volgende wortel zal mij niet lang bekoren, dan zouden we minder gemotiveerd zijn om daar achteraan te hollen. Dat willen ze dus ten alle kosten vermijden. En dus blijkt dat hoeveel we die hedonische adaptatie ook ondergaan, dat we toch geneigd zijn om te denken, ja, maar die volgende wortel, dat zal mij toch echt wel lang gelukkig maken. Psychologen noemen dat die optimisme bias, of de optimisme bias. En dat klinkt positief, maar eigenlijk is dat niet zo positief. Dat wil zeggen dat we de neiging hebben om blijvend te overschatten hoe gelukkig toekomstige zaken ons zullen maken. Dus eigenlijk komt het erop neer dat de werkelijkheid onze verwachtingen niet gaat inlossen. En zo blijven we ons constant voorhouden. Ik zal gelukkig zijn als. Nu, door die psychologische kenmerken kunnen we een antwoord gaan geven op de vraag ja, waarom we niet gelukkiger zijn. En ik neem jullie graag mee in een gedachtenexperiment. Stel dat je een teletijdsmachine ter beschikking had en je kon terugflitsen zo'n 150.000 jaar geleden naar onze verre voorouders. Het zijn biologisch moderne mensen, maar ze leven uiteraard in een heel andere context. In de omgeving waarin zij leven is er vaak schaarste, voedselschaarste. Ze gaan vaak met honger slapen. Is er heel veel gevaar, andere roofdieren, maar vooral ook infectieziektes, ook mensen. De kans om het leven te komen door het geweld van een andere mens was naar schatting in dat steentijdperk, laat ik het noemen, was 500 keer groter dan vandaag. En dat is op wereldniveau. Nog een stuk groter moest je focussen enkel op Nederland of West-Europa. De gemiddelde levensverwachting was 26 jaar. En dat kwam vooral door een astronomische kindersterfte. Een kwart van de kinderen sterft in het eerste jaar, de helft voor de 16e verjaardag. En dus beeld je in dat je met zo'n verre voorouder zou praten en je die verre voorouder zou vragen, hoe ziet jouw utopie eruit, jouw absoluut droomleven? Dan had hij misschien iets als volgt geantwoord. Wel, een wereld waarin er altijd voldoende voedsel is. Een wereld waar ik niet moet vrezen voor mijn leven door andere vijandige mensen. Een wereld waar ik geen van mijn kinderen moet begraven. Nu, het is duidelijk dat voor de meesten onder ons, en hopelijk voor allen hier aanwezig, dat die droom van onze voorouders is uitgekomen. Meer zelfs, die droom is overtroffen. Wat die voorouders nooit hadden kunnen inbeelden, was dat we vandaag zouden beschikken over robuuste huizen die ons beschermen tegen de natuurelementen, over elektriciteit die allerlei toestellen aandrijft, die lastige, tijdrovende taken van ons overnemen, over het feit dat we gewoon in enkele uren naar een ander werelddeel kunnen gaan om even een andere lucht op te snuiven. Een absurde utopie is het vanuit historisch perspectief. Maar wat die voorouders wellicht niet hadden verwacht, is dat die bijzonder gepamperde nakomelingen, dat die toch niet bepaald gelukzalig door dat leven fladderen. Wat zij zouden onderschatten, wellicht zouden onderschatten, is die hedonische adaptatie waardoor we aan die verbeterde omstandigheden gewend zijn geraakt. Is die hyperactieve bedreigingsradar die bij gebrek aan echte, acute, levensbedreigende problemen gewoon meer en meer gaat inzoomen en van eerste wereldproblemen problemen van gigantisch formaat gaat maken. Dat wil niet zeggen dat die verbeterde omstandigheden helemaal niet bijgedragen hebben aan ons geluk. Uit onderzoek weten we dat geluk over het algemeen, maar niet altijd, maar over het algemeen in de meeste landen wel degelijk meestijgt met meer welvaart en met meer veiligheid, maar lang niet zoveel als je zou verwachten of hopen. En de reden is simpel.
Onze psychologie is niet geprogrammeerd voor duurzaam geluk. We zijn in de ban van wat slecht ging, wat slecht gaat en wat slecht zou kunnen gaan. We wennen razendsnel aan verbeterde omstandigheden en we zijn van nature nooit voldaan. Maar er is een remedie. En die remedie, wat ons in staat stelt om te rebelleren tegen die donkere zijde van onze genetische programmering, die remedie of eerder die remedies, die inzichten en praktijken die ons daartoe in staat stellen, die zijn al lang gekend. En die zijn in heel veel verschillende of in heel verschillende culturele contexten naar boven gekomen. Bijvoorbeeld in de boeddhistische context in het oosten, bij de stoïcijnen in het westen. En opmerkelijk genoeg zijn die levensbeschouwelijke scholen volledig onafhankelijk van elkaar tot stand gekomen, maar hebben die heel gelijkaardige analyses en remedies. En misschien nog opmerkelijker, worden heel veel van die inzichten en praktijken die daarin voorgesteld worden, vandaag wetenschappelijk bestudeerd en hun potentieel wordt steeds duidelijker. Nu, het uitgangspunt van die levensbeschouwelijke scholen, wat ook bijzonder duidelijk blijkt uit het wetenschappelijk onderzoek naar geluk, dat is dat om je geluk op een duurzame manier te verhogen, dat je moet werken aan jezelf en niet louter aan je omstandigheden. Externe omstandigheden hebben een veel minder grote impact op je lange termijn geluk dan we geneigd zijn te denken. Uit onderzoek blijkt dat we graviteren rond een redelijk stabiel geluksniveau. En als de zaken even goed lopen, ja, dan gaan we daar een beetje boven gaan zweven. Als het wat minder loopt, dan gaan we daar een dipje ondernemen, maar we graviteren doorgaans weer naar een geluksniveau dat relatief stabiel is. Nu, hoe kunnen we dat geluksniveau optrekken? Wel, in essentie komt het erop aan om de list van onze genen te doorprikken en niet langer te reageren op die stokken en die verraderlijke wortels. Nu, wat houdt dat precies in? Eerst en vooral, hoe doen we dat niet langer reageren op die emotionele stokken die onze genetische programmering op ons loslaat? Wel, dat houdt in dat we gelijkmoedigheid ontwikkelen. Opnieuw een voorbeeldje. Stel, je bent op weg naar een heel belangrijke afspraak. Je gaat mooi op tijd zijn. De GPS geeft aan dat je daar 10 minuten voor tijd gaat aankomen. Alles ziet er goed uit. Maar dan plots hoor je een luide knal. Je hebt een klapband en daar sta je aan de kant van de weg. En wat wellicht volgt, is een eindeloze reeks aan schreeuwige, paniekerige gedachten van waarom moet dit vandaag gebeuren? Waarom moet het mij overkomen? Van alle mogelijke dagen, waarom vandaag? Enzovoort. En wat er gaat gebeuren, is dat die gedachten, jouw negatieve emoties, jouw stressreactie enkel maar meer gaan voeden, wat dan weer meer gaat leiden tot negatieve, paniekerige gedachten, enzovoort. En zo zit je vast in een vicieuze cirkel. Nu, onderzoek toont aan dat wanneer we een negatieve emotie niet gaan voeden met gedachten, dat die niet langer zou moeten duren dan 90 seconden. Dat is de tijd dat ons lichaam nodig heeft om stresshormonen zoals cortisol, adrenaline enzovoort weer helemaal te absorberen en weer tot een serene staat te komen. Maar uit ervaring weten we wellicht allemaal dat negatieve emoties ons veel langer in de greep kunnen hebben. Dat kan uren duren en in zekere zin zelfs dagen waar het keer op keer weer naar boven komt. Enzovoort. Nu, hoe doe je dat, die negatieve emoties niet voeden? Wel, heel belangrijk daar is dat je een nieuwe verhouding tot die gedachten en emoties gaat ontwikkelen. Het probleem is dat we van nature geneigd zijn om helemaal overgenomen te worden door die gedachten en gevoelens en dat we ons als het ware mee gaan identificeren. Terug naar ons voorbeeld. Je dacht wellicht niet van, interessant, ik ervaar emoties zoals woede, frustratie en een vleugje hulpeloosheid. En er komen gedachten bij mij op zoals, waarom moet dit vandaag gebeuren? Nee, je was volledig overgenomen door die gedachten en die emoties en je identificeerde je er zelf als het ware mee. Dat blijkt ook uit ons taalgebruik. We zeggen, ik ben boos, ik ben bang. We zeggen niet, ik voel woede, ik voel angst. Alhoewel dat laatste eigenlijk een juistere manier zou zijn om er naar te kijken. Dus wat je moet doen, en dat is een van de sleutel- of kernelementen van de boeddhistische leer en ook van wat vandaag als mindfulness doorgaat, is om daar een andere verhouding mee te ontwikkelen. Om die te gaan observeren en die te zien voor wat ze zijn, bijzonder vluchtige manifestaties in het bewustzijn, die als je het even laat, zo weer weg hebben en zo weer veranderen in iets anders. Maar doorgaans blijven we gevangen in die vicieuze cirkel. Je kunt daar uitstappen, je observeert gewoon de emotie, je observeert die gedachten
en je voedt die negatieve emotie niet langer. Uiteraard een stuk makkelijker gezegd dan gedaan, en dat vergt wel, en we komen erop terug, training om daar beter en beter in te worden. Maar dat kan je echt wel leren. Stoïcijnen die hechten ook een enorm groot belang aan gelijkmoedigheid. En die leer van de Stoïcijnen die kan je eigenlijk samenvatten in één zin. Maak het onderscheid tussen wat je wel en niet in de hand hebt en hecht enkel belang aan het eerste. Wat heb je wel in de hand, volgens de Stoïcijnen? Wel, je reacties op wat er gebeurt, wat je zegt en wat je doet, je houding. Wat je niet in de hand hebt, al het overige. Voorspoed, tegenslag, je gezondheid, je reputatie, heb je nooit volledig in de hand. Stoïcijnen zeggen, kijk, van nature zijn we geneigd om al die tijd en die mentale energie te gaan verspillen door na te denken over mogelijke rampscenario's enzovoort. Constant zijn we bezig met wat kan misgaan of wat mis is gegaan, terwijl we eigenlijk enkel maar zouden belang moeten hechten aan wat we wel in de hand hebben. We moeten niet wakker liggen van een tegenslag of een mogelijke tegenslag in de toekomst. We moeten wakker liggen van onze reactie, moest die tegenslag zich voordoen. Dat is wat we in de hand hebben en zo kunnen we werken aan die gelijkmoedigheid. En zijn we niet langer in de greep van die langgerekte, straffende emotionele staten. Nu we die nazinderende stokken onschadelijk gemaakt hebben, wel, dan rest er ons om die valse wortels aan te pakken. Dat constant hunkeren naar meer. Dat mentaal patroon waarin we wennen aan iets en dan hunkeren naar het volgende, en het volgende, en het volgende, en eigenlijk chronisch onverzadigd zijn, chronisch ontevreden. En om dat te doen, wel, moeten we eerst en vooral die valse wortels gaan ontmaskeren. We moeten beseffen dat die volgende wortel, die promotie op het werk, dat nieuwe huis enzovoort, dat dat ons niet duurzaam gelukkig zal maken. Het zal ons hoogstens even bekoren, dan zullen we eraan wennen en zal het weer gewoon business as usual zijn. En door dat te ontmaskeren, gaan we die niet langer op zo'n onvoldane manier gaan najagen en voeden we dat gevoel van ontevredenheid niet meer. Wil dat zeggen dat we niets mogen ondernemen, dat we niet mogen proberen die promotie op het werk te krijgen? Zeker niet. We mogen al die zaken doen, maar we kunnen ons best niet voorhouden dat we enkel maar echt gelukkig zullen zijn als onze pogingen succesvol uitdraaien. Onderzoek toont aan dat dat niet waar is en die gedachte houdt je juist ontevreden en staat je geluk juist in de weg. En wat ook een bijzonder belangrijke impact kan hebben om tevredenheid te ontwikkelen, zijn dankbaarheidspraktijken. Waarin je bijvoorbeeld dagelijks bewust aandacht gaat besteden aan zaken die goed gegaan zijn. En de Stoïcijnen die hadden daar een redelijk radicale, maar wel krachtige praktijk voor. Wat zij deden aan zogenaamde negatieve visualisatie. Ze gingen allerlei rampscenario's voor de geest halen, zaken die hen niet waren overkomen. En dan gingen ze van daaruit een enorm dankbaarheids- en tevredenheidsgevoel ontwikkelen met hun leven precies zoals het is. Je bent hopelijk niet terminaal ziek. Je kinderen lijden hopelijk geen honger. En vul dat lijstje maar aan. Besef dat, moest dat wel het geval zijn, dat je zo goed als alles voor over zou hebben om jou in exact jouw situatie, zoals die hier en nu is, te begeven. Hoe onvoorstelbaar dankbaar en tevreden ben je dan niet met je leven precies zoals het is. En nu we ook die valse wortels hebben ontmaskerd, wel, rest ons enkel ons te voeden met duurzame wortels. En dat, of die duurzame wortels, die zijn bij uitstek innige sociale relaties. De langstlopende studie naar geluk die ging van start in het jaar 1938 aan de Universiteit van Harvard. En die werd recent, in het jaar 2018, dus 80 jaar na de start, werd die voor het eerst afgesloten. En ze hebben een groep van een kleine duizendtal mensen een hele leven lang gevolgd. En om de 2 jaar gingen ze allerlei vragen aan stellen over hun geluksbevinding, maar gingen ze ook zien hoe gezond ze waren. En uiteraard gingen ze ook uiteindelijk meten hoe lang die mensen leefden. Dus zoveel mogelijk informaties over die levens werden verzameld. En de resultaten zijn opmerkelijk. Met voorsprong de belangrijkste voorspeller van hoe gelukkig, maar ook hoe lang en gezond die levens waren, was de kwaliteit van de sociale relaties die die mensen hadden. Veel meer dan intelligentie, succes, elk ander kenmerk, was het dat voorspelde hoe lang en gelukkig hun leven zou geweest zijn.
En dat hoeft niet te veranderen voor een sociale diersoort, waarin we zo aangewezen zijn op onze medemens, dat het hebben van innige sociale contacten een cruciale bouwsteen is in een gelukkig leven. Maar ook meer dan nog die sociale contacten toont onderzoek meer en meer aan dat leven ten dienste van anderen, dus een soort altruïsme, ook bijdraagt aan een bijzonder gelukkig leven. Mensen die heel altruïstisch in het leven staan, dus die ten dienste van anderen voor een groot deel hun tijd en hun middelen beschikbaar maken voor andere mensen, die bijdragen aan het welzijn van andere mensen, dat die bovengemiddeld gelukkig zijn. En in een recent onderzoek redelijk veel tractie kreeg en waar nu heel veel opvolgstudies naar gebeuren, wel hebben ze een grote groep mensen verdeeld in twee groepen. Ze gaven die allemaal een som geld en aan de ene helft zeiden ze, koop daar vandaag iets mee voor jezelf. Aan een andere deel van de groep zeiden ze, koop daar vandaag iets mee voor iemand anders. Dat mag iemand zijn die je kent, dat mag voor een goed doel zijn, helemaal vrij daarin. Raad eens wie op het einde gelukkiger was en dat effect was nog tot weken na die dag merkbaar, de mensen die het moesten geven aan iemand anders. En zo komen we bij het tijdloze recept van geluk. Het was gekend in de boeddhistische traditie, in de stoïcijns traditie, in andere tradities en vandaag wordt het meer en meer wetenschappelijk gevalideerd. Wees gelijkmoedig, voed negatieve emoties niet en aanvaard wat je niet kan veranderen. Wees tevreden. Schenk bewust aandacht aan al het goede in je leven en hunker niet steeds naar meer. Wees liefdevol en vriendelijk. Ontwikkel hechte sociale relaties en stel jezelf ten dienste van anderen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Je riskeert hervallen in mentale automatismen en tegen beter weten in te reageren op die nazinderende stokken en die valse wortels. En dus kan je best je brein gaan trainen voor geluk. Je brein gaan herprogrammeren. Zoals Mathieu Ricard, een boeddhistische monnik, maar ook wel een wetenschapper. Hij was gepromoveerd in de genetica en heeft heel veel samengewerkt met wetenschappers rond meditatie en andere zaken die met geluk te maken hebben. Is geluk een trainbare vaardigheid? Het is niet iets dat ons zomaar overkomt. Het is een vaardigheid die we kunnen ontwikkelen. En je ontwikkelt dat met meditatie en andere praktijken. Meditatie. Wat houdt dat in? Wel, grofweg zijn er drie soorten meditatie. Je hebt concentratiemeditaties, waarbij je concentratie op een bepaald punt zal richten, zoals de ademhaling vaak, of het lichaam, of iets wat je hoort, enzovoort. En telkens de geest gaat dwalen, en ja, zoals je weet, dat zal de geest heel vaak doen, ga je in alle rust de aandacht terugbrengen naar dat punt. Je hebt ook open gewaarzijnsmeditatie, waarin je niet gaat focussen op een specifiek punt, maar gewoon alles zal observeren wat er in het bewustzijn komt, zonder daar verhalen rond te maken of daar dieper op ingaan. Gewoon zien wat erop komt en laten gaan. En dan heb je cultiveringsmeditaties, waarin je bepaalde eigenschappen, mentale eigenschappen, gaat ontwikkelen, zoals gelijkmoedigheid, zoals tevredenheid, zoals liefdevolle vriendelijkheid. En met die meditatiepraktijken ga je enerzijds je brein trainen om meer aandacht te hebben aan het hier en nu, minder te gaan dwalen. We weten dat dat een positieve winst is als het op geluk aankomt. Met die open gewaarzijnsmeditatie dan ook ga je veel inzicht krijgen in je eigen geest. Welk soort pijnlijke emoties en gedachten die je niet verder helpen, komen er vaak op. Maar belangrijker nog, door het de hele tijd te observeren en zien hoe het komt en gaat, die gedachten en emoties, ga je ook die nieuwe verhouding ontwikkelen tot die gedachten en emoties. Ga je er niet langer mee identificeren, ga je die leren in alle rust observeren. En dan tenslotte ga je met die cultiveringsmeditaties ga je uiteraard ook die geestestoestanden, die mentale eigenschappen gaan ontwikkelen, die bijdragen tot je eigen geluk en ook het geluk van anderen rondom jou. Maar het mag niet bij gewoon meditatie blijven. 20 minuten per dag mediteren is een mooie start, maar als het daarbij blijft en dan sta je weer volledig reactief in het dagelijkse leven, dan gaat dat niet veel uitmaken. Die gelijkmoedigheid die moet je in de eerste plaats ontwikkelen. ...te maken om te letten op al die goede zaken en daar dankbaarheid voor op te wekken. Eerst voelt dat misschien wat geforceerd en dan
gaat je brein getraind worden om dat meer en meer spontaan ook te doen. En het is uiteraard ook in het dagelijkse leven dat we werk moeten maken van die innige verbinding met andere mensen en dat we ons ook kunnen ten dienste stellen voor anderen. En op die manier gaan we ons brein gaan trainen om steeds minder lang en intens in de greep te zijn van die negatieve mentale reacties en steeds meer positieve mentale toestanden, emoties te gaan opwekken. We kunnen dus wel degelijk ons brein gaan trainen voor geluk. En in het boek geef ik je een concreet stappenplan mee om dat voor elkaar te brengen. En dat brengt mij bij een laatste element waar ik het nog kort wil over hebben. En dat is het concept van verlichting. Daar is van alles over geschreven en er bestaan heel veel verschillende versies van wat dat nu precies inhoudt. Maar ik denk dat we daar ook een wetenschappelijke, seculiere interpretatie kunnen van hebben. Het gaat hier niet om een bovennatuurlijke staat. Het gaat ook niet om een staat van onophoudelijke, permanente gelukzaligheid. Dat is wellicht niet mogelijk en de vraag is al zeer of dat wensbaar zou zijn. Waar het op slaat is die nieuwe verhouding tot die gedachten en gevoelens te ontwikkelen, waardoor je niet meer in de greep bent van die negatieve mentale reacties. En je in alle rust en vrede je te goed kan doen aan al die zaken die bijdragen tot een gelukkig leven, die het leven mooi maken. En het is ook geen binair iets. Het is niet dat je ofwel verlicht bent, ofwel helemaal niet. Het is een gradueel iets, gelijkmoedigheid, tevredenheid, liefdevolle vriendelijkheid, die bouwstenen van het geluk. Wel, die moet je gaan ontwikkelen en de vooruitgang die je daarin maakt is gradueel. Dat vergt dus zeker tijd en een zekere toewijding. Maar kan je een betere besteding van je tijd en energie bedenken? Besef dat als je niets onderneemt en het leven zijn beloop laat gaan, wel dat je, tenzij je nu bijvoorbeeld leidt aan een depressie en daarvan zal genezen, maar als dat niet het geval is, dat je niet kan verwachten dat je in de toekomst veel gelukkiger zal zijn dan je nu bent. Dan geldt, this is as good as it gets. Maar weet ook dat je in de mogelijkheid verkeert om op een ingrijpende manier de ervaring van je leven te veranderen in de positieve zin. Ik wens jullie alvast van harte toe. Dank je wel. Ontzettend bedankt voor je presentatie. We hebben nu nog ruimte voor wat vragen uit de zaal. Ja, ik kom naar u toe, momentje. Allereerst dank voor de presentatie. Wat ik me afvroeg is in hoeverre, hoe ingewikkeld is het dat die wortels zo dominant zijn, zeker als je kijkt naar het dominante economische model waarin wij leven. Dan kun je natuurlijk filosofisch verwijzen naar Mandeville met de bijenkorf, maar dat maakt het toch wel extra ingewikkeld. Of hoe kijk jij daar naar? Ja, inderdaad. Dat hunkeren naar meer, dat wordt uiteraard ook wel gevoed door onze omgeving en door ons economisch model, waarin we zoveel mogelijk proberen te verkopen aan anderen. En eigenlijk noden die er niet waren, proberen aan te praten aan mensen. Dus ik ben het er helemaal mee eens dat de culturele context daar ook voor een deel interageert met onze geëvolueerde psychologie. En dat probleem eigenlijk scherper gaat maken en dus nog iets uitdagender. Ja. Inderdaad. Dus er zijn ook heel veel zaken natuurlijk die we voor geluk kunnen doen op maatschappelijk niveau. En over dat soort zingen, dat soort zaken nadenken, dat lijkt mij ook bijzonder zinvol. Oké, dank u wel voor uw vraag. Zijn er verder nog vragen? Ja? Ja, het gaat eigenlijk over het begin. Je had het over genen. En... Nou ja, er zijn ook wetenschappers die niet meer zozeer de Darwinistische problematiek of hypothese aanhangen, maar die bijvoorbeeld een creationistische, er zou een creator kunnen zijn. Dus dan zouden wij niet alleen maar veranderen door onze genenparen die straf krijgen of geluk vinden, maar ook, ja, er zou iets... opzwellen, ik noem Rupert Sheldrake, morfogenetische velden. Er zijn een aantal biologen die worden
niet zo gevoed, maar heb jij dat ook verkend? Of verken jij alleen het Darwinistische beeld? Creationisme ja, heb ik niet verkend. Ik beperk mij dus wel tot een evolutionair wereldbeeld, maar om te zeggen dat dat louter Darwinistisch is, ook niet. En ik had geen tijd om daarop in te gaan. Want wat Darwin niet wist, waar hij niet van wist, dat was genetica. Darwin had geen kennis van genen en genetica. Ironisch genoeg was het Gregor Mendel die op het moment dat Darwin met zijn publicatie kwam, die dat onderzoek eigenlijk op de baan kreeg en een onderzoek deed naar erfplantjes enzovoort. En dus die eigenlijk die basiswetmatigheden van de genetica toen zou gaan vastleggen. En dus Darwin zelf had daar geen kennis van. En het is juist eigenlijk dat samenbrengen van de genetica en van Darwins theorie van natuurlijke selectie, die voor een heel nieuwe, ja, een heel nieuwe visie op natuurlijke selectie heeft, die daarvoor heeft gezorgd, dus vanuit dat genetisch perspectief. En ja, dus het is zeker niet louter Darwinistisch, het is wel met de update van de genetica, en dat heet dan in de biologie ja, de nieuwe synthese tussen die twee belangrijke velden. Maar ik beperk mij, ik ben ook wetenschapsfilosoof, dus ik ga uit van wetenschappelijk onderzoek en vandaar ja, ga ik uit van een evolutionair wereldbeeld en niet van een creationistisch wereldbeeld. Ja. Dan kom ik even terug op boeddhisme, ja. Wat ik ook vrij goed ken, maar juist nu begint de wetenschap pas kennis te nemen van iets wat er 2500 jaar oud is, wat dus eigenlijk niet erkend werd lange tijd door de wetenschap. Dus dat botst wat mij betreft. He, dus nu neem men er kennis van en gaat mijn meditatie ontdekken en hey, het doet iets op de geest en we zouden daar beter van worden, gelukkiger van worden, zeker. He, dat is zelfs nu bewezen, maar zij deden het al en wij erkenden het niet. Waar stonden wij als wetenschappers? Ja, inderdaad. Voor lange tijd dachten we van, oh, die meditatiepraktijken, dat zijn een soort religieuze praktijken. Daar is geen, dat verdient geen wetenschappelijk onderzoek. Maar gelukkig hebben we in de laatste, zou ik zeggen, 3 decennia, hebben wetenschappers daar dat wel heel serieus beginnen nemen. En vandaar ook dat het ja, het moment was om zo'n boek te schrijven. Om te zeggen van, kijk, die zaken die al zo lang gekend zijn, zoals u aangeeft, bij de boeddhisten, ook bij de stoïcijnen, die worden nu voor een heel groot deel wetenschappelijk gevalideerd. En hun enorme potentieel wordt steeds duidelijker. Ze hebben ook ja, mediterende boeddhistische monniken die al 40.000 uur meditatie op de teller hebben ze onder breinscanners gestoken. En wat ze zagen heeft echt de wetenschappelijke wereld met verstomming geslagen. Gewoon, en we gaan niet in detail gaan, maar bijvoorbeeld de concentratieniveaus die in die hersenen af te lezen waren, je ziet dat aan de gammagolven, die waren ongezien, nooit eerder geobserveerd. Maar dan zag je ook bijvoorbeeld dat de activiteit in de linker prefrontale cortex dat die ja, veel, veel meer uitgesproken was dan de rechter prefrontale cortex. We weten dat die linker prefrontale cortex, en het zou eventueel kunnen dat ik die nu omdraai, dus, maar goed, dat, ik denk in de linker prefrontale cortex, dat die leidt tot positieve emoties en dat die in de rechter prefrontale cortex, dat die leidt tot negatieve emoties en self-consciousness, zoals dat heette, zo een vernauwd gevoel van een zelf te zijn die beschermd moet worden tegen allerlei onheil. Dus het is opmerkelijk hoe dat we ons brein kunnen trainen voor geluk. En als je naar die Olympische atleten van meditatie kijkt, dan zie je ja, hoe ver die transformatie kan gaan. Dus ja, inderdaad. En we wisten dat 30 jaar, of wetenschappers wisten dat 30 jaar geleden helemaal niet. Maar gelukkig nu wel. Ja, ik zag hier ook nog een vraag. Ja, dank. De vraag die bij mij opkwam was eigenlijk, hebben alle genen een even grote kans op geluk? Dus stel dat ik in een al generaties in een familie woon waar zware depressies van opa op vader op zoon op uiteindelijk door worden gegeven. Hebben die zelfzuchtige genen even grote kans op geluk als mijn blijde genenset? Ja, ik zou niet zeggen dat genen een kans hebben op geluk. Genen ervaren geen geluk of ongeluk, maar ze leiden tot psychologische toestanden die ja, als gelukkig of ongelukkig kunnen beschouwd worden. Maar je geeft een belangrijk punt aan. Er is ook uiteraard individuele variatie. Dus de ene persoon heeft genetisch wat meer aanleg voor geluk dan de andere.
Maar het bijzonder goede nieuws is dus dat iedereen wel daar iets aan kan doen. En dat we in verregaande mate onze capaciteit voor geluksbeleving kunnen gaan doen toenemen door die zaken die we ondernemen. Er was zo een bekende grafiek, die heeft ook wel redelijk wat kritiek gekregen, soms voor goede reden, die aangaf welke elementen ons geluk bepalen. En zo 40-50% daarvan was genetische individuele variatie. Dus opnieuw, de een is van nature wat gelukkiger dan de andere. Externe omstandigheden, zoals ik zei, hebben bijzonder weinig impact. Dat was 10%. En dan de overige 40-50% waren wat ze bewuste activiteiten noemden. Dus die activiteiten die geluksverhogend kunnen werken. Maar dus is het wel heel duidelijk dat ja, voor iedereen een heel belangrijk deel van hoe gelukkig we ons zullen voelen, dat dat te maken zal hebben met ja, hoe we in het leven staan en wat we doen. En dus die inzichten en die praktijken die we al dan niet gaan toepassen. Maar er is individuele variatie, zeker. Ja, ik kom naar u toe. Momentje. Ik ben, dankjewel. Ik ben niet zo'n goed prater in een groot gezelschap. Maar ik kom van heel ver en heel diep. En ik heb het nodige meegemaakt. Ik kan denk ik wel 2 boeken schrijven. Maar ik geloof hier ook in dat het ook heeft te maken met discipline. En ik heb ooit, toen mijn dochter nog heel klein was, een boekwerk gemaakt van hoe ik wilde dat mijn leven eruit ging zien. En ik ben het boek kwijt door een aantal verhuizingen. Maar ik kan heel veel afstrepen. En waarom? Omdat ik geteerd heb op hoop. Op vooral kijken van aan wie kan ik me optrekken en een voorbeeld nemen. En wat wil ik? En ik ben ervan overtuigd dat het in het leven ook draait om het hart. En als je aan de weg timmert, dan ga je in je hoofd en je hart en je ziel, ga je daar een combinatie van maken. Dat pakt samen. En ik moet zeggen, wat u zegt, waar je gelukkiger van wordt. Ik heb diep gezeten, ik kan nog in een depressie schieten. Maar ik kom daar steeds sneller uit en ik heb steeds van binnenuit, ben ik heel gelovig en heb ik, teer ik op vertrouwen. Vertrouwen dat mag ik misschien het goddelijke noemen, er een rode draad in mij zit, die mij toch op dat hoop en op die mooie kant en op de goede dingen. En wat ik wil is vooral leven vanuit mijn hart. En ik heb daarin voor mezelf heel veel bereikt. Ja, dank en ook het spirituele. Ik heb een hele spirituele dochter en ik heb ook 2 keer een bijna doodervaring gehad. Dus ik weet ook inmiddels wat er meer is tussen hemel en aarde. Ik heb dingen mogen zien, mogen ervaren. En ik geloof er ook in dat de ontwikkeling van een mens van binnenuit, die ziel, dat is een ontwikkelingsproces. En ik geloof in meerdere levens dat je in ieder leven dus een stap zet en een opdracht hebt. En dat ben ik. Ik heb dus naast iemand gezeten die was een soort pastor ergens. En die zei, wat jij vertelt, dat hebben maar een paar 1000 mensen al meegemaakt. Dus ik geloof erin dat er waar een wil is een weg. En wat stel je jezelf als doel? Ja, inderdaad. Dank je voor je mooie getuigenis. En inderdaad, wat zo belangrijk is, en daarom probeer ik dit verhaal ook aan zoveel mogelijk mensen te brengen, is dat we begrijpen van, kijk, we kunnen daar echt iets mee doen. We moeten dat niet gewoon ondergaan, hoe gelukkig of ongelukkig we zijn. Het is echt wel een vaardigheid. En ik wist het ook niet voor ik aan dat onderzoek startte. En dan ga je er gewoon vanuit van, ja, ik zal hopelijk gelukkig zijn als die en die goede zaken mij te beurt vallen. Maar daar hangt het eigenlijk niet vanaf. Het komt van binnen en je projecteert het naar de buitenwereld. En je moet het echt zelf doen. Ja, inderdaad. En ja, hopelijk kan het mensen inspireren. Dank je. Dank u wel voor het delen van het oprechte verhaal. Ik zag hier, ja, hier zijn nog een paar vragen. Ja, mooi getuigenis. Maar ik had een wat meer praktische vraag. Want het laatste in het nieuws kwam dat heel veel jongeren voornamelijk nu in de psychische hulp belanden. Met name door de COVID-problematiek, maar ook gewoon externe omstandigheden. Social media is er één van. Wat is daarop uw visie? Kunt u daar iets meegeven of heeft u daar feedback over die problematiek met wachtlijsten en dat soort dingen? Heeft u daar iets mee?
Ja, de twee zaken die je noemt zijn bijzonder relevant. Dus eerst en vooral wat we in de COVID-crisis hebben gezien, is dat die sociale isolatie dat die zo nefast is voor ons geluksniveau. De kans om in een depressie te belanden werd 4-5 keer groter in die sociale isolatieperiode. En opnieuw, die hechte sociale relaties, die enige sociale contacten, die zijn zo'n cruciale bouwsteen voor ons geluk. Dus als dat ons wordt weggenomen, ja, dan komen we in de problemen en zijn we niet gelukkig. En dan die social media die je aangaf, daar hebben we het ook in het boek over. En ja, dat is iets waar ik het nu niet over had, maar er zijn veel van die zaken in onze moderne context die we in het leven geroepen hebben, die op een problematische manier interageren met ons oermensenbrein. En een ervan zijn verslavende middelen. En social media is daar één van. Dus je hebt alcohol, je hebt drugs, maar je hebt dan ook gokken en sociale media. Die kunnen echt wel heel verslavend werken. En die interageren met ons dopaminesysteem. Nu, van nature zijn we geneigd om zoveel mogelijk sociale informatie in te winnen. Opnieuw, dat was belangrijk evolutionair. Omdat ja, je moest heel goed weten wie het voor wie zou opnemen binnen de groep enzovoort. Dus die sociale informatie inwinnen was zo belangrijk voor een sociaal wezen zoals de mens. En dus de sociale media, ja, die bedienen ons daar op onze wenken. En we krijgen al die sociale informatie. Maar het is nogal problematisch, omdat enerzijds, ja, we kunnen ons daar volledig in verliezen. In die overvloed aan sociale informatie. Maar dan ook, heel problematisch, is dat we ook bijzonder geneigd zijn tot vergelijken. En vergelijken met anderen. We constant onze status vergelijken. Heb ik het even goed als die anderen? En vroeger, als jaars verzamelaar, leefden we samen in groepen van een 150-tal individuen. Dan gingen we met die 150-tal individuen wat gaan vergelijken. En dan gingen we waarschijnlijk wel redelijk uitmunten in enkele aspecten. En konden we dan ook wel onze daar zelfwaarde enzovoort uitputten. Nu gaan we met steeds meer mensen gaan vergelijken op basis van informatie die volledig niet representatief is. Niet met mensen die we elke dag bezig zien, maar informatie die die mensen uiteraard zelf hebben gepost om aan statuswinst te doen, zonder daarvan bewust te zijn vaak. Maar goed, dus we krijgen een niet representatief beeld op basis van wat we gaan vergelijken en dat zorgt voor heel veel problemen met zelfbeeld. En we zien dat ironisch genoeg en paradoxaal genoeg ook dat overmatig sociale media gebruik juist leidt tot sociale isolatie, tot minder hebben van echte sociale innige contacten. En die hebben we juist nodig om gelukkig te zijn. Dus mensen, zeker bij jongeren die meer dan 2 of 3 uur per dag op sociale media zitten, zien we dat kans op depressie, angststoornissen enzovoort en een lager zelfbeeld en ook zelfs tot zelfmoordgedachten enzovoort, dat exponentieel gaat toenemen. Dus zeker een belangrijk probleem om attent op te zijn. Ik had een vraag over, ik snap dat valse stokken en valse wortels onuitputtelijk zijn, maar moet je af en toe niet geloven dat ze echt zijn om bijvoorbeeld sociale buitensluiting tegen te gaan? Dat als je dat niet echt gelooft, waarom zou je dan iets tegen doen? En dan bedoel je met die valse wortels, ja, dat je moet geloven dat die promotie je echt gelukkiger zal maken? Of, niet alleen bijvoorbeeld promotie, maar bijvoorbeeld sociale buitensluiting. Dat is iets waarvan ik denk van, als je denkt het is bijvoorbeeld zijn maar valse wortels of zo, dan kan het je leiden tot sociale uitsluiting en eenzaamheid. En dat je wel oprecht moet geloven in die valse wortels en valse stokken om er iets tegen te doen. En kan je dat misschien even verduidelijken, zo, op welke manier zou het kunnen leiden tot... Als je denkt van, je gaat met bepaalde mensen niet mee, of je gaat je heel vaak gewoon buitensluiten, je denkt van, het doet er allemaal niet toe, dan zal het toch uiteindelijk leiden tot meer ongeluk? Of begrijp ik het nu helemaal verkeerd? Ja, wat zeker juist is, is dat een belangrijk deel van het geluk, zoals ik zei, is het behoren tot de groep en die enige sociale contacten. Dus dat moet je zeker niet in het gedrang brengen. En wat ik ook niet bedoelde met die valse wortels, is dat je helemaal geen ambitie meer mag hebben en dat je niet meer moet proberen om jezelf op bepaalde manieren te verbeteren. Dat is het zeker niet. Dat geeft ook richting en inhoud aan je leven. Daarin ligt het probleem niet. Maar jezelf voorhouden dat je enkel maar gelukkig zal zijn als... daar ligt het probleem. En zolang je jezelf dat voorhoudt en zolang je bewust bent van het patroon dat zich voortzet van... dit ontbreekt aan mijn geluk, dit ontbreekt aan mijn geluk. Dan zal je merken dat hoe goed het ook gaat, dat altijd zal blijven duren. En dus het is gewoon die switch eigenlijk maken van...
Het leven is zoals het is nu. Ik ben daar heel tevreden mee. En dan kan je van alles ondernemen. En dat moet je zeker niet inhouden. Ik heb een vraag eigenlijk. Veel studenten die ervaren prestatiedruk. En ambitie is iets wat veelal wordt gestimuleerd. Maar hoe kijkt u naar ambitie? Is dat gewenst? Is het juist goed om een doel te hebben? Of is het zelfdestructief? Ja, het is een beetje wat ik daar zojuist ook zei. Ik denk dat er helemaal geen probleem is met ambitie en proberen te excelleren zelfs in domeinen. Opnieuw, dat geeft richting aan je leven. Je bent met iets bezig, zeker als het vanuit een soort passie en intrinsieke motivatie geldt. En wat is intrinsieke motivatie? Dat je iets doet, graag doet, omwille van de activiteit zelf. Extrinsieke motivatie is dan, ik wil dit doen om geld te verdienen, om aanzien te krijgen enzovoort. En natuurlijk is het logisch dat er ook een deel extrinsieke motivatie mee zal gepaard gaan, zeker als je een professioneel leven hebt. We moeten allemaal rondkomen en we moeten allemaal iets verdienen. Dus daar is niets mis mee. Maar als het enkel maar voor die intrinsieke doeleinden gaat, dan is het misschien goed om jezelf een vraag te stellen en te zoeken naar die zaken waar je echt wel gepassioneerd door bent. En dus dan op die manier ambitie of blijk geven aan ambitie is zeker niet problematisch. Opnieuw, het is gewoon je voorhouden van, ja, er ontbreekt iets en ik heb dit nodig om gelukkig te zijn en dit nodig om gelukkig te zijn. En ergens, ja, zo snel hebben we de neiging om dat te doen uit mijn eigen leven ook. Ik dacht van, ja, als ik kan promoveren in de filosofie, dan zal ik eindeloos gelukkig zijn. Dat is mijn droom waargekomen. En dan stond ik daar, dacht ik, ja, oké. Nee, als ik een positie krijg aan de universiteit, dan zal ik helemaal gelukkig zijn. En dan was dat een temporaire positie, tijdelijk. En dan dacht ik, nee, als ik een vaste positie krijg aan de universiteit, en dan kreeg ik die ook weer. En dan stond ik daar weer en dacht ik, oké, ja, nu heb ik het begrepen, dit zal blijven gaan. En je kan altijd blijven je geluk voor je uitschuiven. Het houdt nooit op. Dus daarvan bewust zijn en zeggen, nee, het is helemaal goed zoals het nu is en ik zie wel wat de toekomst brengt. Dankjewel. Ik zie daar nog een vraag. Misschien is het goed om mee af te sluiten. Je hebt een onderzoek gedaan, je hebt een boek geschreven erover. Ja. De eerste vraag, waarom ben jij dit gaan doen, dat onderzoek en dat boek? En het tweede, wat hoop jij dat de mensen die jouw boek lezen, dat boek voor die mensen gaat betekenen? Ja, mooie vraag. Ik ben dus wetenschapsfilosoof, zoals ik aangaf. En ik probeer belangrijke filosofische problemen vanuit een wetenschappelijke invalshoek, maar een brede invalshoek, te gaan benaderen. Ik heb ook geschreven over samenleving, maatschappelijke problemen, over denken. Maar dit is een project dat mij enorm aan het hart gaat, want ik ben er zelf dan ook mee aan de slag gegaan. Toen ik op de hoogte werd gesteld van dat onderzoek naar meditatie, bijvoorbeeld, dat mij enorm getriggerd. Ik ben dan zelf enorm met meditatie en met die andere praktijken die ik beschrijf aan de slag gegaan. En heb aan de lijve ondervonden hoe dat je leven kan transformeren. Dus dat is wel het eerste boek dat ik schrijf waar ik ook echt wel waar een soort doorleefd element in is. En dat brengt mij direct bij. Mijn hoop is dat ik zoveel mogelijk mensen kan inspireren en kan bijdragen tot het geluk van zoveel mogelijk mensen.